Als in 2025 de rechtszaak tegen Marco Borsato, 57, van start gaat, is het bijna vier jaar geleden dat er aangifte tegen hem werd gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag bij een minderjarige. Marco twijfelde destijds geen moment en deed vervolgens aangifte van smaad en laster. Al die tijd heeft de zanger niet gewerkt en vertoonde hij zich nauwelijks in het openbaar. Lange tijd was Marco een gebroken man die gebukt ging onder alle beschuldigingen. Maar inmiddels recht hij zijn rug weer. Het duurt allemaal heel lang, vertelt zijn moeder Mary, 78, aan Story. Maar ik zie aan Marco dat hij dat geduld heeft. De afgelopen maanden heeft Mary meer tijd dan ooit bij haar oudste zoon doorgebracht. Ze verkocht haar woonboerderij in Stompetoren, maar heeft nog geen ander huis gevonden. Daarom logeer ik afwisselend bij mijn kinderen Marco, Armando en Silvana. Inhoudelijk mag ik niets over Marco's rechtszaak zeggen. Dat is aan zijn advocaten. Ik ben zijn moeder en ik ben er voor hem. We hebben een heel fijn contact met elkaar. Dat is het belangrijkst. En we blijven positief. Het is ook niet zo dat ik Marco moet opvrolijken. Integendeel. Hij heeft godzijdank een positieve instelling en daar redt hij het mee. Net als ik altijd gedaan heb. We zijn er voor elkaar. We doen lieve dingen voor elkaar. Aan al die narigheid denken we niet. Dat laten we het liefst achter ons. Dat kan nog niet, maar we laten ons leven er niet door bepalen. Tot haar grote vreugde ziet Mary dat Marco nog steeds dezelfde vrienden heeft met wie hij vroeger ook omging. Zij staan, net als ik, achter hem. Ik vind Marco een fantastische man. En als ik zie hoe hij zich de afgelopen jaren hierdoorheen heeft geslagen, dan denk ik: je bent nog veel bijzonderder dan ik altijd heb gedacht. Dat meen ik echt. Hij blijft zich staande houden, ondanks alles. Hij komt dit te boven.